Het is weer voorbij. Al het moois komt een einde. Ook aan het Huttendorp in de Kamperpoort in Zwolle. En dan moet er opgeruimd worden. Jullie zijn aan het afbreken op dit moment? Ja. Ik moest helpen met deze jongens met het begeleiden. Maar ja, het was wel leuk. En we zouden eigenlijk ook slapen, maar dat gaat niet meer doen. Dat gaat niet lukken vandaag? Nee. Hey, maar wat is nou leuker, het opbouwen of afbreken? Het afbreken wel. Het afbreken is leuker? Ja. Je bent echt een sloper. Ja, dat is waar. Ja. Hoe lang zijn jullie hier geweest? 2-3 dagen zo. 3 dagen? Ja. Veel jongelui hier? Ja, heel veel. En wat voor leuke dingen heb je gedaan? Het opbouwen, voetballen, alles. Allemaal activiteiten. Ja. Volgende week weer naar school? Of 2 weekjes. Of 2 weken. Heb je er zin in? Nee. Helemaal niet. Oké. Tja, en als het dan zo warm is en je hebt 3 dagen hard gewerkt, wat is er dan leuker dan spetteren in het water en 10 keer van de glijbaan afgaan? Zelfs voor de moeders. Hoe voelt dat nou van de glijbaan af? Heerlijk. Is het leukste feestje van het jaar ongeveer? Ja, daar kijken de kinderen wel ieder jaar naar uit. Laatste week van de zomervakantie. Dus dat is altijd dolle pret. En jullie organiseren dat met de hele buurt? Ja, vanuit het wijkcentrum en dan met een aantal vrijwilligers. Ja. 3 dagen lang pret. Ja.